Welkom allemaal in het nieuwe trimester. Hopelijk hebben jullie met volle teugen van de vakantie genoten en zal het volgende trimester even goed verlopen als het vorige. Graag wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie aandacht. Ik ben hier helemaal beu. Als ik klaar ben met deze school, dan ga ik weg uit deze stad, kom ik nooit meer terug. Ja, ik snap het. Maar laten we nu gewoon naar de les gaan. Waarom staat iedereen daar stil? Ik weet het niet. Misschien heeft mijn broer Thomas weer eens voor de grap de deuren gesloten. Hallo, ik hoorde zo net schoten op Opportunity High School uit het auditorium. Ik denk dat er gewonden zijn. Oké, blijf kalm. De hulpdiensten zijn al onderweg. Probeer je te verstoppen, maar ga zeker niet naar het auditorium toe. Oké, dank u. Mag ik proberen te ontsnappen via de gang? Ja, maar alleen als je zeker bent dat je niet gezien of beschoten kan worden. Oké, zal ik doen. Tankstation verder op een straat. Misschien gaan we daar naar de politie bellen. Ja, dat is een goed idee. Ik zal met je meegaan. Wie waren mijn klasnoten in het zesde jaar? Wat moeten we nu doen? Wie weet waar mijn zusje Autumn is? Zijn jullie van Opportunity High? Dat klopt. Mogen we met u mee? Tuurlijk. Het is allemaal jouw fout. Jij hebt dit veroorzaakt. Jij hebt papa zo boos gemaakt. Als je gestopt was met dansen, was dit allemaal niet gebeurd. Ik haat je. Je weet dat niet waar is. En dat jij even houdt van mij als ik van jou hou. Ik hou van je tijd. En je weet dat wat je nu doet verkeerd is. Je wil deze mensen niet pijn doen. Je bent een goed mens, Sarje. Stop ermee en we komen hier samen uit. Stop. Jij bent de leugner en dat zal je blijven.
Sylf, wil je tegen mama zeggen dat ik van haar hou? En dat het me spijt dat ik er niet altijd voor haar was? Nee, want dat zal niet nodig zijn. Wij gaan hier samen zien te ontsnappen en wij zullen dit samen overleven. Ik ga het nu voor eens en altijd afmaken met jou.